Op maandag 20 maart organiseert de gemeente Hoogeveen een dialoogbijeenkomst waar burgers uit Hoogeveen kunnen spreken met raadsleden over de toekomst van ziekenhuis Bethesda. De raad schrijft in een persbericht dat ze in de tamboer op 13 februari veel heeft gehoord, maar niet alles. Dat er geen oplossingen zijn geboden die avond. Maar dat kan ook niet. De oplossingen die dienen te komen van de Treant Zorggroep. Het beleid van de Treant Zorggroep, dat moet een andere kant op. Dat vindt zelfs zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. Nu zijn er mensen die denken misschien, ja, kom, ik was al in de tamboer op 13 februari, dat moet maar genoeg zijn. Ze moeten nou maar eens weten wat wij willen. Maar dat is geen goede gedachte. Daarmee helpen we Bethesda niet. We helpen Bethesda alleen als we keer op keer op keer op keer bereid zijn om ons te laten horen en te laten zien. Daarom roep ik u op, allemaal, om u aan te melden voor de dialoogbijeenkomst die de gemeente Hoogeveen op 20 maart organiseert. U kunt dat doen per e-mail via griffie@hogeveen.nl of telefonisch via nummer 140528. En denk erom, wij hebben Bethesda nodig, maar Bethesda heeft ons ook nodig. Dus nogmaals, denk niet, ik was in de tamboer en dat moet maar genoeg zijn. En meld u aan. Bethesda verdient het.